ben Jordi Wilke, eventingruiter, 29 jaar. Ik ben begonnen toen ik 9 jaar oud was. Toen ben ik begonnen op de fokmerrie van mijn opa. Die deed veel fokken. Voor de rest had van mijn moeders kant, vooral van mijn vaders kant, niemand wat met paarden. En dat vond ik wel leuk. En toen zei opa, nou dan ga je een rondje op de fokmerrie. Daar ben ik op begonnen en toen kreeg ik mijn eerste B-pony van opa. En zo ben ik er eigenlijk ingerold en ben ik langzaam gegroeid naar waar we nu staan. Op dit moment hebben wij 20 paarden op stal staan. Het wisselt een beetje, want we doen best wel wat handel. Maar op het moment staan er 20 paarden op stal. Ja, dat is een lastige vraag, want iedere dag is eigenlijk anders. Maar we beginnen 's ochtends met z'n allen met mesten. Dan begin ik vaak met rijden en dan gaan de meiden op stal rijden of longeren. En dan geef ik 's middags vaak les of ik ga zelf een keer op training. Of we gaan galoptraining doen. Dus 's middags is altijd wat ruimer in te delen. We hebben namelijk veel klanten 's middags. Dus daar passen we iedere dag weer op aan. Nou, dat zijn eigenlijk twee prestaties waar ik heel trots op ben. Dat is dat ik mijn eerste 5-ster heb gereden met Burry. En dat ik 2 jaar geleden mijn allereerste 4-sterrenwedstrijd heb gewonnen met Burry. Dat zijn eigenlijk twee prestaties die voor mij niet onderdoen aan elkaar. Dus ik heb er 2. Eventing. Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag. Maar waarschijnlijk was ik ergens anders in de verkoop gegaan, in een andere branche. Had ik iets anders verkocht. Mijn inspiratiebron is Michael Jung. Die heeft ongeveer alles gewonnen ter wereld wat je winnen kan. En die doet naast eventing ook heel hoog springen en dressuur. Dus dat is echt een alleskunner. Dus dat vind ik echt wel iemand die ik ambieer. Dan ga ik toch voor les geven, want ik vind het super leuk om mensen wat te leren. Vooral als het enthousiaste leerlingen zijn. Daar krijg ik zelf ook heel veel energie van, dus dat is echt genieten. Ja, dat is niet mijn sterkste punt. Gelukkig heb ik mijn vriendin Inge die af en toe aan de handrem trekt. En sinds kort zijn we natuurlijk ouders geworden van ons zoontje Finn. En dat heeft toch wel heel veel dingen veranderd, want ik ben veel meer thuis. En daar wordt Inge vrolijk van. En dat vind ik zelf ook heel fijn om heel veel tijd met die kleine door te brengen. We hebben dus sinds kort ook 1 dag in de week verplicht pappadag. Of nou ja, verplicht, dat klinkt als een straf, dat is het helemaal niet. Superleuk. En ik ben de avonden tegenwoordig ook altijd thuis. Dus geen trainingen en klanten meer in de avond. Ja, en stiekem overdag ook nog wel een keer een middagje of een ochtendje. Want ik wil graag bij die kleine vent zijn. Serie. Dat heb ik wel eens gedaan. Niet dat ik dat wekelijks doe hoor, maar ik heb het wel eens gedaan omdat het best wel grappig is om te kijken wat er dan uitkomt. En bij mij komt er dan heel vaak een val in Boekelo van 20 jaar terug ongeveer uit. En de rest komt daarna pas, alle goede prestaties. Dus dat is altijd wel grappig, vinden wij. Het is eigenlijk een lastige. Ik ga toch voor avondmens, maar ik ben niet zo'n goede slaper. Dus mijn dagen zijn vooral heel lang. Dus ik ben eigenlijk op beide momenten wel redelijk oké. Maar dan hou ik toch wel van een gezelligheid in de avond en een beetje ouwe hoeren. Dat is Hier mag alles van meneer Schuitenmaker. En dat is gewoon een feestnummer. En dat is een beetje positieve vibes te krijgen. Daar heb ik een heel boekwerk nodig, denk ik. Maar ik denk toch stiekem eigenlijk wel dat er meer is dan topsport en werk. Omdat ik mij in mijn jeugd misschien wel, of in mijn opbouw van carrière, te veel gefocust heb om werken en topsport. En daarin soms wat andere dingen als familie heb laten liggen. En daar moet je toch wel beter balans in kunnen vinden. Wat ik nu gelukkig wel kan. Zomer. Op het moment, sinds de gezinsuitbreiding, is er natuurlijk wat weinig tijd voor echt hobby's. Maar wat mensen meestal niet bij mij verwachten is dat ik dus heel graag golf speel. En dat vind ik echt super leuk omdat het totaal iets anders is en daar kan ik mijn hoofd eigenlijk even leegmaken. Ja, dan heb ik eigenlijk 2 opties. Ik ben gek op wintersport. Dus dat wordt of wintersport of de zon opzoeken, lekker aan het strand, maar dan wel een actieve strandvakantie. Mijn lievelingseten is pizza. Kan ik alle dagen van de week wel eten.
Nou, dan nam ik mijn gezin mee en dan gingen we naar supermooie plaatsen vliegen, denk ik. Dan gingen we naar Dubai, Miami, dat soort dingen en dan heel veel plekken zien. Ja, mijn doel is natuurlijk om Olympische Spelen te rijden. We staan voor dit jaar op de longlist, dus daar werken we gewoon heel hard aan. Dat is eigenlijk het hoofddoel om de Olympische Spelen te rijden. Al is het niet dit jaar, dan Los Angeles over 4 jaar. En toch nog het bedrijf wat verder uitbreiden, jonge paarden opleiden naar het hoogste niveau. Dat zijn een beetje de hoofddoelen.